Hey goed volk, welkom bij deze nieuwe quizding, waarin ik lekker doe wat ik zelf wil, want dat is mijn goede voornemen voor 2020. En vandaag doe ik lifehacks. ja, laten we eerlijk zijn, mijn leven is af en toe een klein beetje een mes. Ben ik echt volwassen? I don't know. Er zijn best wel wat dingen die ik zou kunnen aanpassen. Dus wat beter om mijn leven te beteren dan 5 minute hacks? De grap is, er is een catch. Ik heb geen idee welke dingen ik ga doen. Deze zijn voor me uitgekozen. Er zijn mensen geweest die hebben gedacht, ja, Quinty, dit gaat jou helpen in het leven. Dus ik ben benieuwd. Een mandarijn, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ik ben nog niet, wat? Wat? Wacht even. Van alle kanten, want ik dacht waar dit naartoe kon gaan, is het echt de andere kant. Oké, okay, nou, goed. Weet je wat het is? Er is nog nooit een punt in mijn leven gekomen dat ik dacht, oh ja, ik ga een mandarijn horloge maken om hem op te eten. Oké, okay, volgens mij begon hij hier. Mijn pols gaat sowieso te groot zijn voor deze shit. Oeh. Oh, ik weet nou niet of ik het goed doe eigenlijk. Oh, ellende. Oh, dit gaat helemaal niet goed. Ik moest eerst de zijkantjes eraf. Ik ben helemaal begonnen met het bandje. Oh, wat vervelend. Ach, wat vervelend weer. Oké, okay, maar wacht even. Is niet de bedoeling dat ik het ga vastnieten? Tadaa. Wat dat eigenlijk hoor. Echt niet. Nou. Kapot blij dat ik dit heb gedaan. Hey, het is wel een lekker mandarijn, man. Nou. En door, zeg ik. Stukje? Even kijken. Nou. Ben jij ook een keer vermoeid aan het poetsen? Oh, dat is één. Drop die tandenborstel. Oké, seconde lijn. Een dubbele tandenborstel. Ze gaat hier nu de tanden mee poetsen. Nice. Ja, ik heb dit probleem ook super vaak. Dat ik mega moe ben tijdens het tanden poetsen en denk ik doe maar gewoon allebei de kanten tegelijk, toch? Ja, ja, dat heeft iedereen. Weet je wat het is? Er zijn ook gewoon bepaalde problemen die geen problemen zijn. Zoals dit. Hiermee maak je een probleem. Poets je tanden gewoon niet, weet je wel? Wanneer is de laatste keer dat ik iets heb gelijmd? Oh, dit gaat echt niet plakken hoor, jongens. Ik had er echt net zo goed tussen kunnen plassen. Hetzelfde effect. Gewoon, dit is niks. Ik, I give up, man. De dubbele tandenborstel gaat het niet worden voor mij. Misschien in een ander leven. Misschien moet iemand dit gewoon verzinnen. Heb je niet van dit soort tandenborstels? Voor paarden? Hé! Hey! Oh. Nee. Dat meen je niet. Vroeger deden de YouTubers dat, hè? Dat deden ze. En dan gingen ze wel super creatief snel achter elkaar klappen. Welkom bij de Kelvlog. Hey, goedenavond. Oké, nou. Oh. Een hele harde pizza. Oké, dennennaalden. Stenen. Strijkijzer. Dit gaat ze niet doen. Dit gaat ze gewoon niet doen. Nee. Deze pizza is sowieso plastic. Laten we daarmee beginnen, want dit lijkt letterlijk op die pizza's die je krijgt als je een speelgoedkeuken hebt en een klittenband tussen je pizza's in zit. Dat is waar het op lijkt. En good. Oh. Weet je wat het is? Alleen bij Amerikanen kan iets wat zo plastic is uiteindelijk daadwerkelijk eetbaar worden. Wie heeft dit probleem? Wie heeft dit probleem en heeft vervolgens geen oven om het in te doen? Questions. Ik heb heel veel vragen bij dit. Oh mijn god. Dit is gewoon gevaarlijk ook. Jongens, doe dit niet thuis na. Maar weet je wat het is? Als dit dan eenmaal lukt, dan hebben we straks wel een lekker pizzaatje. Weet je wat? Ik zet gewoon alvast die pizzaatje erop. Zo. Oh, wat een lekker pizzaatje. Zal ik gewoon die feun erop knallen direct? Maximum heat. Let's melt that cheese. Gewoon doen, toch?
ben helemaal in de war, hè? Ik ben helemaal in de war. Je nakt. Die kaas staat smelten. Je nakt. Ik zit gewoon onder de kaas nu. Als je op dit punt bent gekomen, dan ga je toch gewoon broodje kaas eten? Ah. Wat dom, je zegt nog, je gaat sowieso een vinger branden. Ja. Echt een goede 5-minute craft. Dit duurt dus veel langer dan 5 minutes trouwens. Wat een scam. Oh my goodness. Alleen al het klaarzetten duurde bijna 28. En door, enerverend. Echt blij dat ik dit heb gedaan. Wauw. Nou, dit ziet er al veelbelovend uit. Wanneer heb je nou niet gehad dat je een kopje thee dronk en daarvoor een lifehack nodig had? Oké. Oh, ben je ook wel eens super lui met je thee in een... Oh, het duurt zo lang. Ik kan ook gewoon je theezakje erin laten. Oh, bijna kotso. Oh, daar komt ze met een schroevendraaier. Thee. Eerlijk, goede sponsor. Als dit een sponsor zou zijn, goede sponsor. En... wauw. Wauw, paperclips, theezakje. Sick. Oké, ja, dit gaan we doen. Oké, allereerst paperclip. Weet je wat, dit vind ik een handige. Deze ga ik misschien nog wel eens gebruiken. Want dit slaat weer helemaal nergens op. Oké, dan eerst het theezakje en daarna doe ik de tie-dip eromheen. En dan jeet gaat hij aan, denk ik. Ik ben een inventeur en een engineer. En Bob de Bauer. Hé, hey, dit is een andere ASMR, man. Kapot rustgevend. Laat me nog een beetje tikken erbij. Alright, ik ben er klaar mee. Lekker kopje thee gezet. En super goede 5 minute craft. Gelukkig heb ik nu echt niet veel moeite hoeven doen voor dit kopje thee. Oké. Ze heb. Ei, een vork. Is dat ei? Oh, soep. De soep. Cancel de soep. Oké. Waarom eet ze? Wacht even! Waarom eet ze soep met een vork? Dit is gewoon niet joke. Ork. Soeplepje met een leepje. Kom op. Oké, nou, terug naar de vrouw met de vork. Schaartje, oké. Ja. Ja, want je hebt geen vork, maar wel een papieren... bekertje in je huis. En daar. Oké. Goddammit. Is dit een soort van Save the Turtles movement? In plaats van een lepel doet ze een vork in een papieren bekertje. Wat? Nou, lekker champignon crème soep maken. Champignon crème. Wie kiest nou weer champignon crème? Niemand geeft champignon crème. Come on now. That is disgusting. Weet je wat het is? Ik hoop gewoon dat het beter gaat met de mensen die deze video kijken dan dat ze op dit punt komen om lekker een soepje te maken. Nee, dit ziet er echt uit als afwaswater. Ik word echt een beetje... Oké, nou. Moment suprême. Die vork er niet eens doorheen. Zo. Dedication, man. At this point kan je net zo goed zo gaan drinken, maar goed. Nou jongens, ik heb mijn lepel. Yeah! Wat een lepel! Dus even lekker mijn soepje eten. Ik heb helemaal geen zin. Ik heb helemaal geen zin. Wat is dit? Nou ja, weet je wat het is? Kijk, we kunnen er linksom, rechtsom, ondersteboven gaan zitten. Maar het werkt wel. En het was in minder dan 5 minuten. Ik zeg geslaagd. Dit is gewoon helemaal super. Geslaagd. Niks meer aan doen. Behalve aan die soep. Dat is disgusting! Zo, woe! Ik heb helemaal het gevoel dat ik mijn leven heb gebeterd met al deze hacks. Doe naar de volgende. Het is een Coca-Cola blik met een Stanley mes. Dat is heel gevaarlijk en zou ik nooit mogen doen. Van moeder met een Sharpie tekent hij een L. En die steekt hij neer met een Stanley mes. En nu heeft hij een driehoek en een komkommer. What? Mate, you're kidding, right? I'm mad confused. Hè? Oh! Oké, I get it. Oké, kom maar door. Oké, deze kant moet eraf. Oh, dit is echt gevaarlijk hoor. En dan nu het driehoekje.
Oh nee, de L. Moet ze eerst tekenen. Ja. Ik ben bang voor messen, hè. Like, I'm scared of this thing. Wow, transition. Hij staat ineens open. Heb ik zelf gedaan. Oké, dan moet ik hem omhoog wippen. Oké. En dan de komkommer. En dan moeten daar perfecte plakjes uitkomen. Wie gelooft het? Ik niet. Dit ziet eruit als een scam. Oh. Een scam. Het feit dat dit is wat ze laten zien en dit het resultaat is. Nou, dit waren de crafts. Ik voel me helemaal geënerveerd, fantastisch, bizar, vernieuwd gewoon. Als mens voel ik mij nu nieuw. Vond je dit leuk en wil je meer van dit soort rare dingen zien? Dan kan dat op mijn kanaal. Abonneer je, like deze video en dan zie ik je bij de volgende. Volgende week. Dat heb ik al heel lang niet meer gezegd. Daag!